Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Losdorp. Ho. Kijk, het idee is dat als je iemand inspuit met dood of verzwakt microbemateriaal, dat zo iemand dan beschermd is voor de rest van zijn leven tegen de bewuste ziekte. Twee vragen. Is dat zo? En is dat wel veilig? Hendrik zegt twee keer nee. En komt met overweldigend materiaal. Aan jou om dat te beoordelen. Het idee bestaat dat een heleboel ziektes uit deze wereld verdwenen zijn door inentingen, vaccinaties. Maar dat is maar helemaal de vraag. Want als je de statistieken erop naslaat, dan zie je dat die ziektes eigenlijk het nulpunt hadden bereikt voor sterftecijfer, net op het moment dat die vaccins werden geïntroduceerd. Het kwam dus veel eerder door verbeterde levensstandaard en hygiëne. Van vaccins wordt ook gezegd dat ze werken omdat ze een immuunreactie geven na inspuiting. Maar ja, op die manier kun je ook zeggen dat slootwater een vaccin is. Daar krijg je ook een immuunreactie op. Vaccins werken gewoon niet. En wel een goed bewijs is wel de tetanusinjectie die na een paar jaar uitgewerkt is, zeggen ze dan. Goede moeders weten donders goed. Als je je kind wil beschermen tegen rode hond of mazelen, dan moet dat kind het gewoon een keer gehad hebben. Met polio is een streek uitgehaald. In de jaren 50 hebben ze de definitie veranderd. Kijk, je kunt dan wel ingeënt zijn, maar als je daarna dan toch verlamd raakt, dan zeggen ze van ja, dat kan niet door polio zijn. Want daar is die persoon tegen ingeënt. Er zijn gewoon veel meer ziekteverwekkers waardoor je die verlamming kunt krijgen. Dat is een heel verhaal. Ik zet het onder de clip. Zal ik je even inspuiten met kwik, aluminium, formaldehyde en gemalen apennieren of ander vreemd DNA? Dit soort samenstellingen zijn heel normaal voor vaccins. En alleen al dat kwik, ethylkwik, super giftig en wordt daarom in verband gebracht met autisme en andere leerachterstanden. Dat is voor veel mensen wel een uitgemaakte zaak. En zo ook de verdenking dat het de oorzaak is van shaken baby syndroom, waarvoor zelfs mensen veroordeeld zijn. En mogelijk wiegedood, waar niemand onderzoek naar wil doen. Want wie gaat dat financieren? Want je weet dat de uitslag hele grote gevolgen gaat krijgen. Nou, we zijn altijd dol op lachen, dus ik gooi er wel bloopers in. Ook bij vaccins. Want in de jaren 50 zat in het poliovaccin nog een virus genaamd SV40. Daar kan je kanker van krijgen. Ja, hadden ze niet ontdekt. Nou, HPV-vaccin, Gardasil tegen baarmoederhalskanker. Daar bleek bij 13 monsters van over de hele wereld, uit Spanje en Polen en Frankrijk en Amerika, daar bleek nog levend HPV-virus in te zitten. Ja, goh, dat is toch wat? In begin 2009 had de firma Baxter, die had antigriepvaccin gemaakt. Maar de Tsjechen die dachten van, we gaan toch nog even bij wat fretten injecteren. En die fretten gingen dood aan H5N1. Vogelgriepvirus had er helemaal niet in mogen kunnen zitten. Zat er toch in. Leuk, hè? En in Guatemala in de jaren 50 kregen de mensen van vaccinatie kregen ze syfilis. Maar dat was geen foutje. Dat was een experiment van de Amerikaanse regering. En UNICEF in Nigeria, die had vaccinatie alleen voor de negerinnen daar. En toen zeiden die negers, die zeiden van, krijgen wij niet dan? Maar toen bleken alle negerinnen bleken steriel gemaakt te zijn. En ze konden geen kinderen meer krijgen. Ja, leuk hè.
cynisch. Ja, maar het geeft wel een antwoord op de vraag waarom je gezonde mensen die niets mankeren toch wil inspuiten met een of ander medicijn. Bill en Melinda met hun Gates Foundation zijn trouwens ook weer heel erg actief. In Afrika bijvoorbeeld, waar ze zorgen voor vaccinatie onder schot. In Malawi bijvoorbeeld. Ze zijn erg begaan met het lot van de Afrikanen. Ze zijn ook bevriend met de Rockefellers. Die familie heeft een grote hobby, genaamd eugenetica. Dat is het idee dat sommige mensen veel beter zijn dan anderen. En ze zijn bereid om daar veel geld aan uit te geven. Trouwens, net zoals veel andere heel rijke mensen. Die zijn er al decennia mee bezig. Dus, oordeel zelf. En ik ga zo meteen mijn deur barricaderen. Want wie lelijke dingen zegt over vaccinatie, die kan ze verwachten. Bill Gates zou ervoor zorgen, heeft hij zelf gezegd. Dus wie weet sla ik zo meteen Bill wel met mijn oude G3 over de galerij. Maakt hij dat ook mee? Als je me wil steunen, stem dan even op me. Bedankt en toedeloe.